Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en in bijzonder onze gasten, allen die met ons verbonden zijn of later de dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. Enkele mededelingen namens de kerkraad. Op woensdag 22 mei, jongsleden, is onverwachts overleden op de leeftijd van 37 jaar ons gemeentelid Niels van Hardeveld. Wij wensen zijn vrouw en twee kinderen, zijn ouders Theo en Anne van Hardeveld van Manen en de families van Hardeveld van Manen en de Kleuver Gods onmisbare zegen toe. Na volgende groet zullen we als gemeente Niels gedenken met Psalm 103, vers 8. In deze morgendienst gaat voor onze eigen predikant Mulder. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is uit het Nieuwe Testament, Openbaringen 2. 12 tot 17. Het thema van de preek zal zijn de troonkerk te Pergamus. Op Develente, dinsdag 28 mei, hopen Jacob Gerard Hakkenberg, Prinshof 7 in Kesteren en Alida Gerada de Rode, hoofdstraat 79 Kesteren, te gaan trouwen. De kerkbevestiging zal plaatsvinden om 3 uur in de Pnieuwkerk. En dominee Mulder zal voorgaan deze dienst. Hun toekomstig adres wordt het Hollegoed 81 in Veendaal en ze vallen onder wijk 7. Op maandag 27 mei wordt kerkvisitatie gehouden door dominee Giviel en dominee Van der Toren. Noodhulpcollecten. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor noodhulp in Zuid-Soedan. Ons landelijk kerkenbureau heeft hiertoe opgeroepen. Een jaar geleden is in de hoofdstad van Soedan, Khartoum, een gewapend conflict uitgebroken en zijn meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De meeste vluchtelingen zijn naar Zuid-Soedan gevlucht en hier voltrekt zich een stille ramp. Er is schrijnend gebrek aan de eerste voorzieningen. U kunt de gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diakonie, onder vermelding van noodhulp mei. Van harte aanbevolen namens de diakonie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het gebruikelijke rekeningnummer. We starten nu de dienst met zingen van de schoolpsalm. Psalm 150, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaats op te staan. Afgelopen woensdag is Niels van Hardeveld overleden in de leeftijd van 37 jaar. Hij had al langere tijd last van hoofdpijn, maar dat hij zou overlijden had niemand aanzien komen. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. De uitvaart zal komende maandag in besloten kring plaatsvinden. En hoewel hij al jarenlang niet meer betrokken was bij onze kerk, is hij op papier nog altijd lid gebleven. We willen hem daarom vanmorgen gedenken door het zingen van Psalm 103, vers 8 en 9.
Luisteren we nu naar de wet van de Heere en ook de samenvatting die Heer Jezus geeft. En vervolgens zingen we over de troon van God. Met Psalm 145, vers 6. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Psalm 145, vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Wij mogen in ons gebed tot God gaan. We zullen samen een aantal mensen aan de Heer opdragen. Uiteraard de nabestaanden van Niels van Hardeveld, zijn vrouw, zijn twee kinderen, ook zijn ouders, Theo en Anna van Hardeveld, van de componistensingle 61. En ook aan zijn broer, zijn opa en oma, ook lid bij ons in de gemeente. Broeder en zuster van Manen, van de Polster 174. Ooms en tantes, neven en nichten, van er ook verschillende lid zijn van onze gemeente. We zullen aan hen denken. We denken ook aan onze broeder, dominee Van Beek, woonachtig de Fluvia 2. Wat die afgelopen woensdag is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. Hij krijgt nu extra medicatie en de hoop is dat hij spoedig weer naar huis mag. We denken ook aan het bruidspaar van komende dinsdag, Gerard Hakkenberg en Lydia de Rode. We denken aan broeder Jan van de Bovenkamp van de Savorin Lomanstraat 41. Want hij komende dinsdag een operatie zal ondergaan vanwege een buikhernia. We denken ook aan broeder Diepeveen van de Oleander 12. Want hij heeft te horen gekregen dat de blaaskanker toch is uitgezaaid naar de longen. Behandeling daarvoor zeer waarschijnlijk is uitgezaaid. En behandeling daarvoor is niet mogelijk gezien zijn gezondheid. We denken ook aan dominee Van der Ree, omdat hij een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Ede. Weer om Gods leiding in de overwegingen. Zullen we in ons gebed tot de Heere onze God gaan. Heer onze God, wij komen tot de troon van uw genade. U regeert, Heere, heeft deze wereld gemaakt en u bestuurt nog steeds de dingen. En Heere, dan begrijpen wij heel veel dingen in het leven niet. We snappen niet hoe alles in elkaar zit, hoe het ooit ontstaan is. En begrijpen ook niet hoe dingen soms lopen. Wij beseffen juist ook op een moment als dit, na een gedenkmoment, hoe klein en kwetsbaar wij mensen zijn. Heere, Niels stond nog midden in het leven. Hij is ons ontvallen. U weet, Heere, wat de oorzaak was. U weet, Heere, waarom het zo gelopen is. Wij weten het niet. En het is verschrikkelijk. En u weet, Heere, hoe het voor de familie is. Als ze hier misschien wel aanwezig zijn, als ze op afstand deze dienst meebeleven en meebidden. Heere, wij komen tot u. In de wetenschap dat wij kleine, kwetsbare mensen zijn. En dat we niet alles begrijpen. Maar dat we ook niet zonder u kunnen. We vragen u, Heere, om uw troost. Om uw liefdevolle nabijheid. Heere, wat een gemis voor zijn vrouw Corina. Wees bij haar. Zegent u hun twee zoons, Ryan en Rivano. Troost u hen. Wees hen nabij, nu ze hun vader moeten missen en afscheid moeten nemen. Heere, wees bij zijn broer, Wilbert. Troost u ook hem, nu hij zijn broer moet missen. Geef hem wat hij nodig heeft. Denk ook aan Theo en Anne van Hardeveld. Heere, u weet hoe hun leven gelopen is. En u weet dat dit een grote klap is. We bidden u om kracht, om uw nabijheid. Geef, Heer, dat ze mogen ervaren dat u er bent. Draagt u ze in alles. We denken ook aan de opa en oma van Niels, Heere, broeder en zuster van Manen. U weet, Heere, wie Niels voor hen was. U weet, Heere, wat dat betekent voor hen om hun kleinkind te moeten missen. Aangrijpend, Heere. Wij kijken op naar u. Wij beseffen dat wij als mensen slechte troosters zijn, dat woorden tekortschieten. We bidden u om troost voor heel de familie, voor onze alle ooms en tantes, neven en nichten. U kent ze, Heere. U weet wat dit voor hen betekent. Geef dat ze uw nabijheid mogen opmerken en aan uw hand verder kunnen. Heere, we bidden u ook voor onze oud-predikant, dominee Van Beek. Dank u wel, Heere, dat hij opgenomen kon worden in het ziekenhuis. Dank u wel dat daar plaats was. Dat hij ook geholpen kon worden. De medicatie kon worden aangepast. En Heere, het is wel schrikken wat er gebeurde. U weet, Heere, dat hij kwetsbaar is. Maar u heeft tot hiertoe geholpen. Het ziet ernaar uit dat hij
menselijkerwijs gesproken, begin komende week weer naar huis mag, wilt u hem alstublieft nabij zijn, samen met zijn vrouw, met het gezin. Geef dat ze uw genadige zorg mogen opmerken en vol vertrouwen zijn in leven en sterven van u te zijn. Heer, we bidden u voor het bruidspaar van dinsdag. Zegent u Gerard en Lydia. U weet de weg die ze gegaan zijn. Ze mochten kort geleden al een ja-woord geven voor u toen ze belijdenis deden. En komende dinsdag ook een ja-woord voor elkaar en ook voor u. Geef hen uw zegen. Op die dag zegent u hun huwelijk. Heer, wees u ook bij Jan van der Bovenkamp. U weet dat hij dinsdag een operatie zal ondergaan. Vergeet die buikhernia die hij heeft. Heer, geef dat hij in alle rust deze operatie mag ingaan. Geef dat hij vol vertrouwen op u mag zijn. En wees u dan de Heere, onze Heelmeester. Geef uw zegen, Jan en Jannie en hun gezin. Heren, we bidden u ook voor Diepeveen. U weet, Heren, dat hij zeer waarschijnlijk longkanker heeft. Dat is uitgezaaid. En Heren, dan willen we ook danken dat het tot nu toe redelijk goed gaat met zijn gezondheid. Dat de ziekte van Kade, dat hij onder controle is. Dat het te doen is. Maar Heren, dit bericht was toch wel heftig. En laat ook de beperktheid van zijn leven zien. Wilt u bij hem zijn? Zegent u zo Henk en Lieneke in het ouder worden, ook in deze omstandigheden, samen met allen die er lief en dierbaar zijn. Heer onze God, wilt u zo naar onze gemeente omzien? Zoals we hier in de kerk zijn, ook met gasten in ons midden, of op afstand deze dienst meebeleven. Zegent u ook die gemeenteleden die qua gezondheid, qua energie, qua vermogens dat niet kunnen of niet meer kunnen. Wilt u ook bij hen zijn, Heren? Wilt u verder werken wat u begonnen bent? Wilt u mensen tot geloof brengen? En dan kent u ons ook in onze persoonlijke vreugde, waar we dankbaar voor zijn en daar willen we uw grote naam voor prijzen. Wat een zegeningen zijn er op te merken, waar we totaal geen recht op hebben. Heren, wij zijn gebroken mensen. U weet van de tekorten, de moeite, dat wat heel veel energie kost. Wilt u ons daarbij helpen, Heren? Zegen ons in onze lichamelijke klachten, psychische moeite. Wees ons nabij, Heren, in onze geloofstwijfels. Geef dat ieder van ons zeker mag weten, mag gaan weten, in leven en sterven van u te zijn. En dan ook vol vertrouwen verder te kunnen. Heren, bouwt u zo uw gemeente. Geef ons daarin een goede dienst. Maar Heren, dan willen we ook het beroepingswerk bij u neerleggen. Als dominee van der Ree een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Ede. Heren, dan weet u dat het verlangen van die gemeente is dat hij daar naartoe komt. Maar het verlangen van ons is dat hij hier aan onze gemeente verbonden blijft. Maar in dat alles kijken we op naar u. Heren, want wij zijn gemeente van u. En u stuurt wie u wilt, waarheen u wilt en wanneer u wilt. We bidden u om duidelijkheid voor hem. En zegent u ook daarin Annette en de kinderen. Geef dat ze vol vertrouwen op u de weg mogen gaan. En wijst u dan de weg waarin uw naam verheerlijkt zal worden. Heer, zegent u ook de collectedoel van vandaag. Ze mogen onze gaven mogen geven voor de grote nood die er is in Zuid-Soedan. Heer, de stille ramp die zich daar voltrekt. Meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht. Een tekort aan de basisbehoeften. Verschrikkelijk, Heren. En geef dan dat onze gaven die we mogen geven, dat die verlichting mogen geven. Dat iets van uw hand is, waardoor mensen uw barmhartigheid en genade mogen opmerken. Heren, zo kijken we op tot u. Als kwetsbare, nietige schepselen. Als zondaren die uw genade nodig hebben. Wilt u ons vergeven, Heren, wat we hebben misdaan. Wilt u onze verkeerde gedachten, of dat wat we hebben nagelaten, wilt u het genadig wegnemen. En wilt u vanmorgen door uw geest ons verder vormen, ons nieuw leven geven. Geven dat we met heel ons wezen u eren, loven en prijzen. Heer, daar gaan we straks ook lezen van de troon van Satan. En we komen bij uw troon omdat we bang zijn dat de Satan zijn zeggenschap in deze wereld en onze levens vergroot. Verbreek zijn werk, Heren.
Help ons om de duivel te weerstaan. Geef ons wijsheid om uw woord te lezen. Geef uw zegen over de verkondiging. Zegen wat we zingen, wat we denken, wat er bespeeld wordt op het orgel. Heer, laat het een dienst mogen zijn tot de eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel, wil ik eerst nog even laten zien waar we op dit moment zijn. Op het plaatje ziet u, dat is het huidige Turkije, het toenmalige Azië, en daar zie je die rondjes. Het ene rondje dat bevindt zich in de zee, dat is het eilandje Patmos. Daar begonnen we mee op eerste paasdagmiddag, toen dominee van der Ree voorging. Toen hij ons verkondigde hoe de Heer Jezus verscheen aan Johannes op Patmos. Sindsdien hebben we de eerste gemeente bezocht of de brief gelezen. Dat is de onderste, Efeze, de eerste stad waar je komt. Die brief hebben we op ons in laten werken. En vervolgens gingen we naar boven, 65 kilometer naar Smyrna. En nu gaan we nog een stuk omhoog, gaan we naar de stad Pergamus. En zoals jullie jongens en meisjes weten, probeer ik elke keer de stad of de brief van die gemeente te typeren. En bij Efeze had ik een kandelaar, want de Heer Jezus spreekt over een kandelaar. Bij de gemeente van Smyrna had ik een kroon, omdat daar het beeld van de kroon gebruikt wordt. En bij deze gemeente heb ik dit beeld. Wat is dat? Als je ernaar kijkt, ja, zeg het maar. Een troon, ja precies, je ziet dat het een stoel is, maar ja, dat is geen gewone stoel, dat is een hele chique stoel. Een troon, dat klopt. Want we gaan straks lezen. En als je dan goed leest, dan lees je over de troon van Satan. De troon waar Satan dus het bevel vanaf voert. En daarom gaat het over de troonkerk te Pergamus. We gaan met elkaar lezen. Uit Openbaring 2, vers 12 tot en met vers 17. Vervolgens zingen we uit Psalm 106, vers 16 en 24. Vers 16, dat gaat over de afgodendienst. Dat heeft ook te maken met de situatie in Pergamus. Vers 24 over Gods genade. Psalm 106, vers 16 en 24. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, omdat ze afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover.
We hebben al gezongen over de troon van God. Dat deed met de voorzang voor zijn troon. En hier beneden, Psalm 145, vers 6, zongen we ook over de troon van God. En na het amen van de verkondiging zingen we ook over Gods troon. Met Psalm 103, vers 6 en 10. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gade slaan. Dus Psalm 103, vers 6 en ook vers 10 na de verkondiging. Het uitgangspunt is dus wat we gelezen hebben, deze brief aan de gemeente van Pergamus. En dan lees ik het begin van vers 13 nog een keertje. Waar de Heer Jezus via Johannes zegt: ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. Het thema voor de preek is de troonkerk in Pergamus. De troonkerk van Pergamus. En we kijken naar twee dingen. Allereerst naar de troon van Satan. Vervolgens naar de troon van Christus, van de Heer Jezus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmorgen hier bent, u die op afstand verbonden bent. Heb jij wel eens gehoord van Radio Oranje? Nee, dat is geen zender die je kunt opzoeken op de radio in je auto. Of die je via een podcast kan vinden. Maar het is een radiozender geweest ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Als je op YouTube even zoekt, dan vind je er wel iets van. Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Toen Nederland bezet gebied was, toen werden radio-uitzendingen verzorgd. Van Radio Oranje. En via die radio-uitzendingen kon je horen hoe het er werkelijk voor stond in de strijd. Kijk, de Duitsers, die verboden het, want die wilden graag dat je luisterde naar hun propaganda. Maar wil je echt weten hoe het was met de strijd? Wil je echt weten hoe het ervoor stond? En wilde je ook aanwijzingen krijgen als verzetstrijders? Dan moest je luisteren naar Radio Oranje. Soms klonken er ook wel hele bijzondere zinnetjes. Piet, laat de kachel wel roken. Jan, laat de vis maar zwemmen. En dat waren dan boodschappen die de verzetstrijders in Nederland konden horen en wisten wat ze moesten doen in bezet gebied. Radio Oranje was er om vol te houden ten tijde van de bezetting. Nou, Pergamus is eigenlijk ook bezet gebied. Ze wonen, zoals de Bijbel zegt, daar waar de troon van Satan is. De troon, de zetel waar de machthebber zit, de plek waar vanaf geregeerd wordt. Satan zit daar en heeft de regie. Satan betekent tegenstander. Hij wordt ook wel mensenmoordenaar van de beginnen genoemd. Vader van de leugen. Diabolos, die alles door elkaar heen schudt. De brullende leeuw. Die heeft het daarvoor het zeggen. En wij zeggen wel eens: waar God zijn kerk bouwt, zet Satan er een kapelletje naast. Maar hier bouwt God zijn kerk waar Satan zijn troon heeft staan. Oorlogssituatie dus. En de propaganda klinkt in Pergamus ook. Maar hoe hou je het dan vol? Dan hebben ze het nodig om te luisteren naar de hemelse Radio Oranje. Om te weten wat ze moeten doen in de strijd. Ja, het is de troon van Satan. Waar hij woont, staat er in hetzelfde vers. En als je dat zo op je in laat werken, tenminste toen ik het voor de eerste keer eens goed las, echt nadrukkelijk las, en ik las dat daar de troon van Satan is, dat Satan daar woont, ja, dan gebruik ik natuurlijk vanmorgen ook nog dat voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog, van de bezetting, dan zou je de indruk kunnen krijgen: tjonge, wat zullen de mensen het daar moeilijk hebben? Wat moet het verschrikkelijk zijn om daar te wonen? Vervolging, dood, gevangenisstraffen. Maar waarschijnlijk, als we dat zouden zeggen tegen de inwoners van Pergamus, dan kijken ze je vreemd aan. Waar heb je het over? Woon je in Pergamus? Oh, maar dat is een geweldige stad. Vertel eens, hoe is het daar?
Dat is echt een mooie stad. Ja, als wij op citytrip gaan, dan gaan we waarschijnlijk een keer naar Pergamus. Want Pergamus, daar had je veel. Cultureel gebied, politiek, religieus. Daar wil je naartoe. Een stad zoals een stad zou moeten zijn. Waarom dan? Nou, laat me het plaatje wat voor u inkleuren. Pergamus stond bekend als een centrum van wetenschap in de eerste plaats. Was daar een gigantische bibliotheek, de tweede grootste van de wereld van die tijd. Heel veel boekrollen waren er, waarvan allerlei wijsheid in opgeschreven stond. Pergamus, misschien denkt u ook wel aan perkament, dat klopt. Want de stad met de grootste bibliotheek, die wilde geen papyrus meer geven. Papyrus, daar werden de boekrollen in die tijd van gemaakt. En ja, dan heb je als Pergamus geen papier meer, wat moet je dan? Toen hoorden ze dat er ook van dierenhuiden, dat daar boeken van gemaakt konden worden. En ze gingen ermee aan de slag en ze verbeterden dat. En zo ontwikkelden zij een goed soort perkament. Pergamus, perkament, grote bibliotheek. Het was ook een groot gymnasium waar je het verleden kon leren kennen. Het heden waarderen, de toekomst kon maken. Wetenschap, neusje van de zalm. Dat is het eerste. Het tweede waar Pergamus om bekend stond, was dat het een beroemd kuuroord was. Misschien heeft u wel eens gehoord van Asclepius. De god Asclepius. De naam zegt misschien niet alles, maar wel iets. Als ik dan Esculaap zeg, zegt dat iets? De Esculaap, dat is dat tekentje, dat symbool op de ambulance. He, die soort staf met die slang daar doorheen. Nou, dat komt waarschijnlijk hier vandaan. Want er was daar een bron waar geneeskrachtige werking van uitging. En wat gebeurde daar? Mensen gingen daar naartoe en dan kropen daar niet giftige slangen rond. En die zouden dan de kracht van de goden op de mensen overbrengen. Er zouden genezingen plaatsvinden. En Asclepius werd liefkozend onze soter genoemd. Onze zaligmaker. Onze redder. Een beroemd kuuroord dus. Maar dat is niet eens alles. Want het is echt een bedevaartsoord. Want als je vanaf dat kuuroord van Asclepius die slangenweg omhoog zou nemen, die slingerweg, dan kom je daar bij een soort plateau. Als je zoekt via Google kun je het vinden. En op dat plateau is een heel groot altaar. Ongeveer 40 bij 40 meter. Dat is een heel groot altaar voor de oppergod Zeus. Gigantisch was het. En als je er op afstand naar kijkt, dan is het een soort troon. Stoel met armleuningen. Als je eens naar Berlijn gaat en je gaat naar het Pergamon Museum, dan kun je er van alles over vinden. Een gigantische stad dus, bedevaartsoord, je kon er van alles vinden. Het was ook nog eens een keer een spil in het Romeinse Rijk. De proconsul van Rome woonde daar. Voor hem was deze stad geweldig om er te wonen, te werken. Pergamus, stad tegen een berg, een centrum van wetenschap, een beroemd kuuroord, prachtig bedevaartsoord, een spil in het Romeinse Rijk. En als mensen in die tijd dus zeiden, ik woon in Pergamus, dan keek iedereen je aan, hoe is het daar? Vertel eens. En Jezus zegt, mag ik ook eens vertellen hoe het daar is? Ik ken uw werken, ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. Heftig. Dus niet waar maar de troon van Asclepius is, waar de troon van Zeus is, die oppergod van het altaar, maar waar de troon van Satan is, van die slang uit het paradijs. Waarom noemt de Heer Jezus nou deze stad zo? Het is toch wel erg negatief. En dat terwijl de christenen helemaal niet zo heftig vervolgd worden. Ja, we lezen ook wel over Antipas, daar kom ik straks op. Maar zo heftig is het daar helemaal niet. Waarom wordt deze stad nou de troon van Satan genoemd? Komt het misschien door de wetenschap? Is dat waarom het de troon van Satan is? Maar de Bijbel is toch helemaal niet per se negatief over wetenschap? Er staan toch ook wijsheidsboeken in de Bijbel? En de Bijbel zegt toch, onderzoekt alle dingen, behoudt het goede? Heeft dat misschien te maken met Asclepius dan, de geneeskunst?
Maar geneeskunst op zichzelf is toch niet heel erg? Je mag toch de middelen daarvoor gebruiken? Heeft dat misschien te maken met de politiek? Paulus schrijft dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Nee, het zit zo niet in die dingen op zichzelf. Niet in wetenschap op zichzelf, niet geneeskunst, politiek. Maar je kunt je wel voorstellen dat daar waar je zo loopt in zo'n bibliotheek, zo'n machtig gebouw, zeker in die tijd, en je hoort iets van de kennis van die mensen en je had geen Google, je hebt geen AI, ChatGPT kun je niet gebruiken voor je verslag. En je komt daar en je maakt iets mee van wat mensen hebben bedacht en opgeschreven. Dat je er diep van onder de indruk raakt. Dat het je in de greep krijgt. Ja, en Asclepius werd niet voor niets liefkozend onze soter, onze zaligmaker genoemd. Als je dan ziek bent, dan ga je toch een keer proberen in die grot zitten met die slangen. Nou, op zich heb ik niks met die god, maar ik hoor er toch al verhalen over. En baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Ja, en als je dan dat plateau ziet en dat gigantische altaar van Zeus, en er zijn de stadsfeesten ter ere van Zeus, dan doe je dan mee. En qua overheid was het geweldig geregeld. Als je problemen had, kon je er naartoe. Broeders en zusters, ik denk dat het punt bij de gemeente Pergamus niet zozeer zit in een van die dingen op zichzelf. Maar wel dat zo sterk in die samenleving vaststaat, dat je heel makkelijk hogere verwachtingen kan hebben van de wetenschap dan van Jezus. Dat je christen kunt zijn, maar hogere verwachtingen kunt hebben van de geneeskunst dan van hem. Dat je je hoop vooral stelt op dat grote altaar. Of de politiek. Die regelen toch wat? En wie heeft er nog niet gekeken welke invloed het voorlopige regeerakkoord heeft? Politiek. En sluipenderwijs kunnen dus wetenschap, geneeskunst, politiek zo'n grote plaats innemen dat het groter wordt dan de Heer Jezus. Dat het concurrentie met hem wordt. En in Pergamus is dat vanzelfsprekend. Wil je christen zijn in Pergamus, moet je stevig in je schoenen staan. Wil je zeggen, Jezus is mijn soter, ik verwacht het van hem, dan ben je echt anders. En dat vraagt dus wijsheid. Daar, maar ook vandaag, toch? Hoe je omgaat met wetenschap. Hoe je omgaat met de geneeskunst. Wat wij verwachten van de politiek. Ja, hoe doen we dat? Hoe maak je er gebruik van? Hoe volg je die opleiding? Vind je er werk in? Maar tegelijkertijd blijft boven alles staan dat de Heer Jezus je soter is. Dat Hij bestaat en regeert. Kun je in de wetenschap niet rekenen op gefronste wenkbrauwen? Als jij gelooft in een levende God, die alles geschapen heeft, maar die ook nog betrokken is tot wie je kunt bidden, die opgestaan is uit de dood en die weer komt. Als je daarin gelooft, misschien valt het ook al mee. Maar het hele idee van zelfontplooiing, dat je jezelf ontwikkelt, verder komt, jezelf verder brengt. Ja, dat staat misschien wel haaks op de Christusverheerlijking die de Heer ons voorhoudt. En het samen met alle heiligen, het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. En dat ik tot zegen mag zijn voor die ander. Vindt u het soms wel eens ingewikkeld? Op medisch gebied, hè? Je zou, als je lichamelijk iets mankeert, als er psychische zorgen zijn, hoe ver mag je gaan? Als het gaat over het begin van het leven. Het einde van het leven, euthanasie, abortus, methodes om zwanger te raken. Hoe ver moet je gaan in het behandelen van ziekte? Moet je lijden rekken? Mag je nog sterven? Als de politiek dingen vindt, als het gaat over relatievormen, seksuele mogelijkheden, drugs, andere dingen. Broeders en zusters, ergens voelt voor mij Pergamus als een vers van mijn bedshow. Maar als het gaat over de invloed van wetenschap,
De invloed van geneeskunde. Wat de politiek allemaal kan doen. En als dat dan het punt is, wat de troon van Satan is, vindt u het dan ook niet een beetje dichtbij komen? Als hij op de troon zit, dan regeert hij, bepaalt hij. En hij is de overste van deze wereld. Zou hij ons niet willen beïnvloeden met de reclames? Zou hij nog invloed hebben op de series die we kijken? Influencers? Nieuws? Politiek? Ja, waarin verschillen wij eigenlijk met niet-christenen? En als hij op de troon zit, en als hij rondgaat, en als hij probeert ons te beïnvloeden, zou hij dan ons voorbij gaan? Zouden we dan vanmorgen de kerk uit kunnen gaan en zeggen, nou, ja, het was interessant hoor, om meer te weten over Pergamus en die brief, maar gelukkig gaat het bij ons niet zo. Of is het zo dat het wel heel dichtbij komt? En kunnen wij dan misschien wel eens gaan lijken op die kikker? Ja, jongelui, misschien heb je dat bijvoorbeeld wel eens gehoord van die kikker. Die kikker die zat in een pannetje met koud water. En die kikker die wordt op vuur gezet. En dat water warmt heel langzaam op. Maar ja, omdat het zo langzaam gaat, blijft hij maar zitten. En op een gegeven moment is het te laat, is hij dood. De Heer Jezus vindt het belangrijk dat deze gemeente die daar woont, in die situatie, dat ze weten dat hij zegt, ik weet waar u werkt, ik weet waar u woont, ik weet waar u bent. En dat is waar de troon van de Satan is. Dat is de plek. Dus kijk verder dan alleen maar wat je ziet. Denk niet te makkelijk van het is gewoon allemaal mensenwerk. Er zit een kwade macht achter. En hij voelt zich thuis in Pergamus. Zou hij zo niet thuis voelen bij ons? Broeders en zusters, als je nou vanmorgen gewoon eens naar binnen kijkt. En je weet dat Satan je de weg naar Jezus wil versperren. Dat je steeds minder van hem gaat verwachten, maar vooral van je werk en van wat jij kunt. Hoeveel invloed heeft hij op jouw leven? Hoeveel grip heeft hij? Wat moet je doen? Hoe hou je stand? Hoe blijf je staan? Als Christus op de troon zit, dan is het belangrijk om naar Radio Oranje te luisteren uit de hemel. Wat is het dan belangrijk om daar te zijn en daarbij te horen waar die stem klinkt? Waar we vanmorgen beseffen, heren, wij vinden het misschien ingewikkeld om letterlijk te zien waar die troon van Satan is. Want wij zien niet zo'n plateau. En wij zien die slangen niet kruipen in die plek van Asclepius. Maar toch, als dat toen was, zal dat nu ook zo kunnen zijn. En waarom niet bij ons? Heren, help ons. Steun ons. Spreek tot ons, zodat wij samen niet in de greep raken, maar leven onder uw troon. Broeders en zusters, wat Satan doet, is ons tegenwerken en is heel graag mensen bij hem vandaan drijven. Ga maar niet meer naar de kerk. Blijf maar lekker thuis. Doe er alsjeblieft niks meer mee. Zoek mensen niet op. De Heer Jezus kijkt zijn gemeente aan. Zegt, ik weet waar u woont in Veenendaal en omgeving. Ik weet waar je werkt en studeert. En ik weet ook welke rol Satan heeft. Maar hij zegt gelukkig ook nog meer. Want er is daar ook een troon van de Heer Jezus, van Christus. We zijn bij het tweede punt van de preek. Ja, de gemeente van Pergamus wordt geprezen. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Ja, u houdt vast aan mijn naam. Dat woord voor vasthouden, dat is een sterk woord. Vastgrijpen, vastklemmen, vastpakken om niet meer los te laten. Dat is wat jullie hebben gedaan. Ondanks de druk en de invloed van buitenaf. Ik zie dat jullie je vasthouden aan mij. Aan mij, de Christus, de Kyrios, Jezus. Broeder, misschien zit u hier vanmorgen in de kerk en ervaar jij hoe de duivel je verleidt. Hou je vast aan de Heer Jezus. Zuster, u ervaart misschien hoe de Satan u begeert te ziften als de tarwe.
Hoe de Satan je probeert in weg te trekken. Hou u vast aan de naam van de Heer Jezus. Want er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Jongeren, merk jij dat heel veel in deze wereld veel leuker is dan een kerkdienst? Dat heel veel dingen wat je ziet op een scherm veel fijner is dan wat je te horen krijgt als het gaat over de kerk en het geloof? Merk je dat? Begrijpelijk. Maar hou alsjeblieft vast aan zijn naam. En besef dat hoe meer je vast hebt in je leven, hoe minder ruimte je hebt om de Heer Jezus vast te houden. En denk niet dat je het zelf wel redt. En er was een keer een jongen die sloeg overboord. Ze waren aan het varen met een schip en er werd een boei gegooid. Pak hem vast. Nee hoor, ik red het zelf wel. Ik zwem zelf wel achter het schip aan. Maar hij redde het niet. En kwam om. Het enige houvast in leven en sterven is dat je weet dat je van hem bent. Dat je vasthoudt aan zijn naam, die waar is. En zeker, dat is de enige houvast. En de Heer Jezus die zegt, ik weet dat u zich vasthoudt aan mijn naam. En dat u mij niet verloochend hebt. En verloochenen, nou jongens en meisjes, jullie weten wel iemand die wel eens verloochend heeft, hè? Simon Petrus. Jij hoort toch ook bij Jezus? Nee hoor, niks met hem te maken. Maar ik heb je bij hem gezien. Nee hoor, ik heb niks met hem te maken. Verloochenen is dat je zegt, ik heb niks met hem te maken. Dat is verloochenen. Dat je op je werk laat merken, ik heb niks met hem te maken. Dat je op school doet, ik heb niks met hem te maken. Dat is verloochenen. Maar de Heer Jezus zegt tegen deze gemeente, jullie hebben mij niet verloochend. Zelfs niet in die moeilijke dagen. Toen Antipas, mijn trouwe getuige, gedood werd. Ja, ik heb gezocht naar wat daar precies gebeurd is, maar de Bijbeluitleggers zijn er wat onduidelijk over. Het is niet helemaal duidelijk wie Antipas was. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Er was niet echt heftige vervolging in Pergamus. Maar op een gegeven moment kreeg hij wel vanwege zijn trouw aan God een proces aan zijn broek. En misschien is bij hem wel gebeurd wat er gebeurde bij sommige erge gevangenen. Weet je wat er gebeurde, jongelui? Er stond daar op dat plateau een heel groot altaar. Maar volgens de overleveringen stond daar ook een groot bronzen stierbe. En die was hol. En de gevangene werd er dan ingestopt, stier dicht gedaan en er werd een vuur ondergestookt. Je werd levend geroosterd. Het kermen, het schreeuwen, het krijsen van de mens die erin zat, kwam via de neusgaten naar buiten. Misschien is dat wel gebeurd. Huiveringwekkend. In ieder geval, de Heer Jezus die zegt, ik prijs jullie. Want ondanks wat jullie zagen, ondanks hoe zwaar het was voor Antipas, hebben jullie niet gezegd, nou laat mijn portie maar zitten. Dan heb ik er ook niks meer mee. Dit gaat mij te ver. Ze zijn niet ondergedoken, maar ze willen zich schuilen, scharen bij de troon van Jezus. Broeders en zusters, kan de Heer Jezus vanmorgen van ons zeggen, ik weet waar u woont. Ik weet waar jij werkt. En jij, ik weet dat jij mij niet verloochend hebt. In die WhatsApp-groep. Ik weet dat jij mij niet verloochend hebt in die vriendengroep. Ik weet dat jij mij niet verloochend hebt toen dat op jouw scherm voorbij kwam. Ik weet dat jij mij niet verloochend hebt met wat jij op Instagram post. Ik weet dat jij mij niet verloochend hebt met wat jij doet op je werk. In je relaties. Kan de Heer Jezus dat van ons zeggen? Houden wij vast aan zijn naam? Verloochenen wij hem niet? Kijk, Radio Oranje klonk. En daar kwam het eerlijke bericht over de strijd. En niet alleen maar complimenten, maar soms ook heftige dingen. Aanwijzingen, waarschuwingen. Dat gebeurt hier ook, vers 14. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam.
die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, omdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Even om op te frissen. De situatie die daar waarop gewezen wordt, is de situatie van de woestijnreis. Het volk is onderweg en op een gegeven moment krijgt koning Balak daarvan te horen. En met zijn leger trekt hij op, want hij wil niet dat dat volk in zijn gebied komt. Maar weet ook, die God van dat volk is machtig. Dus wat doet hij? Hij laat Bileam, een afgodenprofeet, roepen. Die kan vervloeken. Bileam komt en die wil het volk vervloeken, maar wat doet hij? Hij zegent het volk. Dat werkt dus niet, want God is machtiger. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat Bileam een list verzint. Hij zegt, ik kan die macht van die God niet aan de kant zetten, ik kan niet vervloeken, maar ik heb wel een ander idee. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten lekker eten halen, lekker drinken, mooie vrouwen, en je moet een feest organiseren, verleid ze daarmee, zodat ze met elkaar vermengen. Dan gaan ze van die God vandaan en dan trekt die God zijn handen wel van dat volk af. De truc van Bileam is dus feesten. Is je levensstijl beïnvloeden. Is verleiden. Lekker eten. Lekker drinken. Met andere mensen naar bed. Andere seksuele moraal. En dan zo ver gaan dat het je bij God vandaan trekt. De Heere die zegt, ik heb tegen u. Ik heb er een hekel aan. Zo, dat is heftig. Je zult hier vanmorgen maar zitten en zeggen, oké, dat gaat over mij. Het zou toch heftig zijn als iemand van de Heer Jezus te horen moet krijgen, ik heb een hekel aan jouw levensstijl. Ik heb er een hekel aan hoe jij water bij de wijn doet. Ik heb er een hekel aan dat jij aan de ene kant vasthoudt aan mijn naam, maar aan de andere kant de dingen mee doorlaat, compromissen sluit. En broeders en zusters, hoeveel ruimte geven wij Bileam? Als Bileam iemand is van, geef ze wat ze leuk vinden, wat ze lekker vinden. Op zichzelf misschien niet eens verkeerde dingen, maar op zo'n manier dat het je bij de Heer Jezus vandaan haalt. Prikkels op seksueel gebied. Broeders en zusters, Bileam is dichtbij. In onze broekzak. Op onze kamers. Hoeveel invloed heeft hij? Hij waarschuwt de gemeente, de Heer Jezus. Want hij is dankbaar dat daar nog een troon van hem is. Maar met zo'n wereld, met de troon van Satan, kan dat zo ingewikkeld zijn. Broeders en zusters, hou u vast aan zijn naam. Wees sterk. Want degene die spreekt, die zegt in vers 12, dit zegt hij die het tweesnijdende, het scherpe zwaard heeft. Tweesnijdend, twee kanten snijdt het. En de Heer Jezus die kwam in hoofdstuk 1 als degene met het zwaard uit zijn mond. Het zwaard van zijn woord. Het zwaard dat snijdt, vlijmscherp, raakt alles. Alle kanten op. Ja, dat is voor die mensen in Pergamus nog een extra ding. Want de gemeente Pergamus had het zwaardrecht. En het symbool van de gouverneur was het zwaard. De Heer Jezus zegt tegen die gemeente, jullie kunnen misschien kijken naar alles wat er daar te krijgen is. En hoe de gouverneur de dingen regelt. Hij heeft het zwaardrecht, maar nee. Mijn zwaard is scherp en tweesnijdend. Bekeer u dan. En zo niet. Want dan kom ik spoedig bij u en zal oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Bekeer u nu. Wacht niet langer. Als je je vanmorgen aangesproken weet, keer je om. Luister naar Radio Oranje. Overwin. Blijf overwinnen, staat daar. Bekeer je van die dingen. Want het gaat op V-Day aan. Op Victory Day. De Heer die stelt deze gemeente twee beelden in het vooruitzicht. Verborgen manna en een witte steen met een nieuwe naam. Verborgen manna, je kunt het dus niet zien, het is verborgen. Maar manna, dat was een beeld van voedsel voor in de woestijn. Voedsel wat je tot je komt nemen.
Verborgen manna. Eten wat je tot je moet nemen. Om het vol te houden in de woestijn. Om het vol te houden waar het ingewikkeld is. Neem van dat verborgen manna en ga niet voor de offerfeesten die er zijn. Want het is van de troon van de Satan. En ga voor die witte steen. Witte steen kregen vaak winnaars. Als je een wedstrijd gewonnen had, kreeg je een witte steen. Met daar vaak de naam op van de organisator. Als een blijvende herinnering. Je hebt overwonnen. Je hebt de prijs behaald. Een soort medaille, zou je kunnen zeggen. Een ander beeld voor die witte steen is de rechtspraak. Een witte steen betekent je bent vrijgesproken. Een zwarte steen betekent je bent veroordeeld. Men krijgt een witte steen. Een witte steen werd ook wel gebruikt als toegangsbewijs. En dan staat er hier, volgens de Heer Jezus, op die witte steen, een nieuwe naam. De Heer Jezus zegt, gemeente van Pergamus, jullie leven daar waar de troon van Satan is. En ik ben dankbaar dat jullie je vasthouden aan mijn naam. Dat je mij niet verloochent. Maar ik zie hoe jullie dat spel van Biliam ook in de praktijk brengen. Neem het verborgen manna, want ik heb het tegen u. Ga voor die witte steen, want dan heb je eeuwig perspectief. Ja, zo zagen we de troonkerk te Pergamus. De troon van Satan is, maar ook de troon van Christus. Ik begon de preek met het voorbeeld van Radio Oranje. Een bezet gebied kon je daarnaar luisteren. 9 uur 's avonds. Een kwartiertje. Stem van strijdend Nederland. Wij mogen met Pergamus meeluisteren. Radio Oranje uit de hemel. Radio Oranje was niet meer nodig. Eind mei 1945. De vijand was verslagen. Dat was tot vreugde. Voor ieder die de bevrijding verwachtte. Het was tot schrik. Voor alle NSB'ers. Die met de vijand hulde. Eenmaal komt V-Day. Eenmaal is de dag van de overwinning. Die zal zijn tot vreugde voor ieder die de bevrijding van Christus verwachtte. Maar dat zal ook zijn tot schrik voor ieder die hulde met de bezette die ging voor de troon van Satan. Als de dag van de victorie aanbreekt, is er voor ons allemaal 2 mogelijkheden. Of het is vreugde. En je mag zijn bij de troon van Christus in hemelse heerlijkheid. Of je bent bij de troon van Satan in een helse werkelijkheid. Wij hoorden vanmorgen Radio Oranje uit de hemel. De stem van strijdend christendom. En wie oren heeft om te horen, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.
zullen we samen gaan tot de troon van Gods genade. Heere, onze Heere, U die alle macht heeft in hemel en op aarde, wij komen tot U. In onszelf hebben we geen recht. En we komen tot U omdat we houvast mogen vinden in de naam van Uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. En zo komen we bij Uw genadetroon. En we komen met vrijmoedigheid, Heere. Niet omdat wij zo goed zijn, want wij zijn helemaal niet zo goed. En vergeet U zo makkelijk. We laten ons zo makkelijk meeslepen door wat de overste van deze wereld bij ons te binnen brengt. En we vragen U om vergeving daarvoor. We vragen U om vergeving. Want als U dingen tegen de gemeente van Pergamus had, dan zult U vast ook dingen tegen ons hebben. Dingen tegen ons als gemeente. En persoonlijk. Heer, maar dank U wel dat U deze gemeente waarschuwt. Dat U deze gemeente bemoedigt. Dat U tot hen spreekt. En dat wij dat woord op ons in mogen laten werken. En dan, Heere, dan weet U dat wij ook gebruik maken van de middelen die we hebben in deze tijd. Dat we te dealen hebben met wetenschap, met de geneeskunde, met hoe ons land geregeerd wordt. Maar Heere, de boze die zal dat ook willen infiltreren. En die wil ons bij U vandaan trekken. Hij is de overste van deze wereld, hij heeft zoveel ervaring. En hij zal zijn best doen om onder de radar te blijven, zodat we hem niet doorhebben. Maar hij zal ook de macht hebben in de lucht. We bidden U, Heere, wilt U onze ogen daarvoor openen? Wilt U geven dat hij niet de truc van Biliam kan toepassen in onze levens? Dat met dingen die leuk en lekker en fijn zijn, dat hij ons daarmee bij U vandaan trekt. Geef dat we mogen genieten van dingen. Dat we ook leuke dingen mogen doen, maar dat dat in het juiste perspectief staat en ons niet bij U vandaan trekt, Heere. Opent U onze ogen voor als dat te veel invloed heeft. Geef ons wijsheid, Heere, als wij ook bezig zijn in de wetenschap. Help ons, Heere, om wetenschap en wetenschappelijke methodes te gebruiken. En bewaar ons ervoor dat wij daardoor bij U vandaan raken. U hebt de wijsheid. En we vragen U of wij die wijsheid in ons leven mogen volgen. En of wij met die wijsheid onze taken op ons mogen nemen. Met alle kunde die er is. Heere, ook de geneeskunde, die kennen wij ook. Zegent U de mensen die daarin werkzaam zijn. Ook vandaag. Zegent U medicatie die ontwikkeld is. En medicatie die ontwikkeld wordt. Zegent U apparatuur die mag worden ingezet. Mensen die zich inzetten. In ziekenhuizen, doktersposten, verzorgingstehuizen en gewoon aan huis. Zegent U dit alles, Heere. En wees bovenal de Heere, onze Heelmeester. En dan weet U wat we nodig hebben. Welke zorg we lichamelijk hebben. Waar we tijdelijk of chronisch tegenaan lopen. U weet onze psychische moeite. We bidden U om Uw zegen over de medicatie. Geef ons vooral houvast in leven en sterven. Wees alstublieft de koning van onze ziel. Geef dat we mogen weten dat niets ons kan scheiden van Uw liefde. Hoeveel verleiding er ook op afkomt en hoe zwak wij daarin ook zijn. Heere, wij grijpen ons vast aan Uw naam. Houdt U ons dan alstublieft ook vast naar Uw trouw en goedheid. Heere, wij bidden U vanmorgen ook voor onze regering. Die wellicht toch wel wat anders is dan die in Pergamus. Maar zegent U de regering. Zegent U de vorming van het kabinet. U weet wat nodig is voor ons land. En wij vragen U, Heere, of de overheid zo mag leiden, opdat wij een rustig en stil leven mogen hebben. Geef wijsheid aan mensen die leiding hebben. Om een leefbare situatie te houden en te creëren. Zegent U ambtenaren. Zegent U ieder die daarin werkt in Nederland. Maar we denken ook breder. Op Europees niveau. Wereldniveau. En dan weet U, Heere, die landen waar er oorlog is. Waar conflicten zijn. Waar er geen stabiele regering is.
met alle gevolgen van dien. Dan weten wij ons bevoorrecht, Heere. Maar geef ook daar uw vrede en werk vooral met uw geest. Dank u wel, Heere, dat wij getuigenissen mogen horen van die plaatsen op aarde waar het eigenlijk een hel is om te leven, maar waar u uw troon hebt, waar u op de troon van de harten van mensen zit. Hou ons vast, Heere, zodat we uw naam vasthouden en u niet verloochenen. Open onze ogen voor wie u bent, voor uw heerlijkheid. En snijd met dat scherpe zwaard van uw woord in onze levens. Snijd weg wat weg moet. Snijd los wat vastzit. Opdat wij u eren en de weg van uw woord gaan. En dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor uw troon zullen verschijnen. Heere, verheerlijk zou uw naam. Over de rond van deze aard. Geef vrede waar oorlog is. Troost waar verdriet is. Ontferm u over een ieder die op belangrijke posten zit. Geef, Heere, deze wereld uw zegen. Tot u komt. En daar zien we naar uit, Heere. Want u komt op de wolken. Dat de troon van Satan definitief weg is. Geen zonde. Geen ziekte. Geen pijn. Maar we voor altijd bij u zijn. Heere, wat een vooruitzicht. Geef dat we ons daaraan vast mogen houden. Help ons ook in deze zondag. Geef een goede dag. Zegent u de dienst van vanmiddag als dominee van de Ree zal voorgaan. En leid ons in alles door uw geest. Vandaag en morgen en in de toekomst. Om Jezus wil. Amen. Je mag de Heere dienen met uw gaven voor de noodhulp in Soedan. En we zingen daarna: loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goden. Psalm 136, vers 2 en 3.
Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.